Bianca Venema en Lizette Beunders staan te oefenen op uitgooien aan een vijver in Borne. Uitgooien is belangrijk, want de vissende koppels krijgen tijdens het NK karpervissen een segment water toegewezen. En ze mogen alleen karpers vangen in dat blok. Wat ik nu probeer is echt midden in het vak te komen. Exact in het midden. Om mezelf uit te dagen om elke keer op hetzelfde punt weer in te gooien. Bianca ving haar eerste vis al op 6-jarige leeftijd en sindsdien heeft het virus haar niet meer losgelaten. Het blijkt besmettelijk, want sinds ze samenwoont met Lizette is karpervissen ook voor haar, haar lust en haar leven. Vorig jaar hebben we ook heel veel weekenden gevist. Dus toen wij lazen in een visblad dat het NK eraan zat te komen, was Bianca ook als eerste die zei van daar gaan we aan deelnemen. Afgelopen weekend hebben de dames een lijntje uitgeworpen in Frankrijk en daar vingen ze de ene na de andere karper. Tijdens het NK is opnieuw de garage leeg, want alles gaat mee. Dit gaat dus allemaal mee. 5 hengels, 2 stretches, een tent, schepnet, 3 poot, rugtas, matje, onthaakmat, lieslaarzen, voer, boilies, lood, eetgerei, jerrycan met water. En daarmee gaan we het maken. En wat ben jij daar nou aan het doen, Lizette? Ai, 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 ai. En dit is ons geheim. Hiermee gaan wij de karpers vangen. Aha. Maar we mogen echt niet even een kijkje nemen? Nee, 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 nee. Top secret. Dit is ons geheim.